Stop, een ogenblikje graag. Nog even een film inleggen. Dank u. Kijk, dat kan met Rapid. Een assortiment van moderne camera's waarmee u zonder problemen kunt fotograferen. De Agfa ISO Rapid 1. Een elegante, handige camera waarmee iedereen kan fotograferen. En wat bijzonder voordelig is, deze camera maakt 16 opnamen op één film. En dit is het volgende model. De Agfa ISO Rapid 1F met ingebouwde flitser voor AG1 en voor de wat sterkere AG3 lampjes. Met één vingerbeweging schuift de flitser omhoog en klaar bent u. Er kan nog sneller en nog gemakkelijker worden geflitst, 4 maal in 5 seconden zelfs, met één flitsblokje. Rapid fotograferen, rapid flitsen met de nieuwe Agfa ISO Rapid C. Automatisch fotograferen bij alle weersomstandigheden. Sprankelende foto's in kleur of zwart-wit op één Agfa colorfilm. Dit is de Agfa ISOMAT Rapid met het befaamde Agfa Color 8-naar objectief. Een automatische camera voor een verbazingwekkend lage prijs. Rapid. Het symbool voor probleemloos fotograferen en voor probleemloos verkopen. Voor al uw klanten is er een passende foto-uitrusting. Dit ziet eruit als een geschenkverpakking, maar het is in feite een handige, aantrekkelijke verkoopverpakking, waarin elke klant graag zijn eigen Rapid-camera koopt. Even een kijkje in de etalage en u ziet het hele Rapid-programma. Dit is de succesvolle universaalfilm en hier de nieuwe Agfa Color Speciaal. Een nieuwe kleuren negatief film met verbeterde kleurscheiding door het dubbele masker. De zachte gradatie geeft meer goed printbare negatieven per film. Diepe sprankelende kleuren. Het volgende nieuwtje. De Agfa Lux C. Past zowel op camera's met aansluitnippel als met middencontact. Voorzien van de Agfa Lux C kan op iedere camera het nieuwe sensationele flitsblokje worden gebruikt. Als toebehoor is er een klein etui waarin de Agfa Lux C en een flitsblokje hun plaats vinden. De bekroning van het Rapid assortiment. De Agfa Optima Rapid 250V. Een logisch gevolg van de nieuwe ontwikkeling. Het automatisch systeem van de Optima en het automatische van Rapid zijn hier functioneel samengebracht in een volmaakt stuk industriële vormgeving. Met automatische tijd- en diafragma-instelling over een bereik van 9 lichtwaarden. Sneltransport. Afstandssymbolen voor portret, groep en landschappen. Maar ook een afstandsschaal van 90 centimeter tot oneindig. Objectief Agfa Color Apothar 2,8. Het automatisch systeem is uitschakelbaar voor tijdopname. En om te flitsen. En voor wie zelf op de foto wil, een zelfontspanner. En dat alles met het voordeel van het Rapid systeem. Film inleggen, secondenwerk. Daar geloof ik niets van, hè. Wedden? Oké, aangenomen. Als u wint, ga ik de lucht in. Ik geef u zo'n stuk lood. Opgepast? Klaar? Gewonnen! U hebt gelijk. U hebt gewonnen. Rapid is toch sneller. Dat heb ik u toch al meteen gezegd? Rapid is inderdaad sneller. Stop, wat gebeurt daar? De film moet worden verwisseld. Maar dat is toch geen probleem met de nieuwe Super 8 camera van Gevaert Agfa. Inleggen. En verder filmen.
Kijk, we hebben het gefixt. Dankzij het nieuwe Super 8 filminlegsysteem van de Agfa Movex S Automatic. Dit is de camera waarop u hebt gewacht voor uw Super 8 verkoop. Verrassend gunstig in prijs en technische kwaliteiten. Groot zoekerbeeld. Agfa Movexar Fix Focus objectief. Automatische belichtingsregeling door een cadmium sulfide fotoweerstand. Een ontspanknop die goed in de hand ligt. Aangedreven telwerk. De batterijen zitten in de handgreep. Dankzij de elektrische aandrijving is de camera altijd klaar om te filmen. Door de Agfa Cinelux, die met één simpele handgreep op de camera geplaatst kan worden, is hij ook altijd klaar voor gebruik als er niet voldoende daglicht is. Ontbreekt er nog iets? Inderdaad, de Agfa Color CK17 film. Deze prachtige, waardevolle Super 8 uitrusting, die is afgestemd op de wensen van uw klanten, verkoopt u in een aantrekkelijke verpakking. Bij de toebehoren vinden we deze elegante tas, een echte paratas. En voor de montage van de film, de K8 Super. En de N8 Super. Twee beproefde plakpersen, nu ook voor Super 8. De nieuwe projector voor uw Super 8 klanten. De Agfa Movector BS. Aantrekkelijke vormgeving. Overtuigend door zijn prestaties. Gunstig in prijs. Met standaard of vario objectief. Met automatische filminleg tot in de opwikkelspoel. Zelfs de lussen worden automatisch gelegd. De fijne afwerking staat in voor een optimale weergave van Super 8 films. Super 8, het formaat dat alle verwachtingen overtreft. Super 8, groter, briljanter, scherper. Het filmsysteem om de kleurenpracht van vakanties vast te leggen en te bewaren. Of het nu bij daglicht is, of kunstlicht. Met de Agfa Movex S Automatic kan werkelijk iedereen filmen. Deze nieuwe Super 8 camera en de Agfa Color CK17 film zijn het waard om beklonken te worden. Het filmen wordt nog eenvoudiger en nog fijner met de complete uitrusting voor alle omstandigheden. Op deze aantrekkelijke, verkoopstimulerende manier verpakt. Al met al, het Super 8 programma van Gevaert Agfa is een perfect systeem waarmee perfecte films worden gemaakt en dat zich perfect laat verkopen. Een ogenblikje. Hoe bekijkt u uw dia's? Aha, met een Agfa Gookie. Prachtig. Maar als u nou met z'n tweeën bent? Twee Gookies. Uitstekend. Maar stelt u zich nou eens voor dat uw hele familie de dia's zou willen zien. En misschien zelfs oom Kees en tante Riet ook nog. Dan zou uw goed doordachte systeem toch wel eens tot onregelmatigheden kunnen leiden. Een moordplaatje, tenminste voor uw zoon Wim, de fotograaf.
En als tante Rita net het lacheltje te pakken heeft, krijgt u het beslist nooit meer uit de vingers, hoor, oom Kees. Kijk nu maar. Het enige juiste besluit. Morgen wordt er een projector gekocht. Dat zou geweldig zijn, vindt Wim een beetje sceptisch. We zouden eens kunnen proberen wat eigenlijk sneller gaat. De aankoop van uw projector of het ontwikkelen van mijn film. Ja, inderdaad. Vader houdt zich aan zijn woord. Hij heeft de eerste stap al gezet. Nou, dan heeft Wim het bepaald gemakkelijker. Hij hoeft alleen maar de film in het verzendzakje te doen en in de dichtstbijzijnde brievenbus te gooien. Voor de rest gaat alles vanzelf. Alle Agfa-Koller-films komen bij elkaar in de grote postzakken voor de Agfa-Koller-centrale. En als pa op weg is naar zijn fotohandelaar, wordt de film van Wim samen met 1000 andere films al verwerkt via een lopende bandsysteem. Kijk, vader arriveert bij de fotozaak. Voor hij naar binnen gaat, nog even snel in de etalage kijken. Daar staan de cookies en de CT18 film. Agfabuloscoop. Of deze twee, de diamater 100 en de diamater 150, zien er aantrekkelijk uit. Laat ik maar eens gaan kijken. De diamater 100. Een moderne projector met het lichtsterke Agfa Agumar objectief en een halogeenlamp. De magazijnrail wordt heel eenvoudig neergeklapt. Het magazijn wordt erin geschoven. En nu iets heel nieuws. U hoeft alleen maar op een knop te drukken om te kunnen projecteren. Vooruit, achteruit, net zoals u wilt. Deze prachtige diaprojector kan door het verwisselbaar objectief aangepast worden aan elke grote of kleine kamer. En dit is de nieuwe volautomatische Diamater 150. Nog makkelijker in het gebruik. Met 3 druktoetsen bedient u de projectielamp, het vooruittransport of het achteruittransport, als u een dia nog eens wilt laten zien. 2 bijzonder geruisloze radiaalventilatoren zorgen voor een perfecte koeling. En natuurlijk kan het diatransport op afstand met een kabel worden bediend. Evenals de scherpstelling. Nog gemakkelijker dus, nog automatischer en nog lichtsterkere beelden. Intussen loopt ook de film van Wim automatisch door de ontwikkelmachine van de Agfa-Koller-centrale. Nauwkeurigheid in alle opzichten is hier een eerste vereiste. Alle fasen van het procedé worden elektronisch gecontroleerd. Automatisch worden de baden geregenereerd. Nadat de film stofvrij is gedroogd, loopt hij verder naar een volgende bewerkingsfase, het inramen in serviceraampjes of het inlassen in een plastic beschermhuls.
Ook hier is alles, tot het verzenden aan de gebruiker toe, geautomatiseerd. Ah, daar is de film, zegt Wim, vol leedvermaak. Alle ogen zijn nu op Pa gericht, die zijn grote troef natuurlijk volgens de regels der kunst uitspeelt. Hij heeft inderdaad een projector gekocht. En wat voor een? De Agfa Diamator 100. En de beste man heeft zelfs aan diaraampjes voor de nieuwe film gedacht. Diaraampjes W en K. Inramen is nu kinderspel. Dat lijkt wat toverij, mompelt ome Kees. En waarachtig, in een paar minuten zijn de nieuwe dia's klaar voor projectie. Weet je nog, pa, van dat gevecht om die goekie van tante Riet? Nou ja, dan heeft hij natuurlijk goed lachen, want de diaprojectie is zonder twijfel de bekroning van alle fotovreugde.